De Nationale Commissie ter Herdenking van het jubileumjaar van 145 jaar Hindoestaanse immigratie, 155 jaar Kitty Kotti en 165 jaar Chinese immigratie heeft maandag een fotoverslag overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname, NAS. Het fotoverslag bestaat uit 340 pagina's met beelden van de Nationale Herdenkingsdagen. Commissievoorzitter Henk Herrenberg heeft bij de overhandiging benadrukt dat het van eminent belang is dat Surinamers hun geschiedenis kennen. Rita Chinfu Harjo Mohammed, nationale archivaris tevens directeur van het NAS, zegt dat de commissie na afloop van haar activiteit meteen het beeldmateriaal heeft overgedragen aan het archief. Wat normaliter gedaan wordt, is dat het materiaal eerst naar huis of wordt gebracht alsof het eigendom is. Dat kan niet. Alles moet beschikbaar gesteld worden aan het publiek, zegt Chinfu. Zo te zien wat er is gebeurd in het verleden en waarom er op een bepaalde manier is opgetreden.